Dus hier bij je instelling kan je kiezen voor schermtijd. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we maandag. Oh, dat is even zo. Het is nu, wat is het nu eigenlijk? 6:39. En ik was van plan om de dag te beginnen met mijn Ring Fit Adventure. Mijn haar is een beetje raar. En ja, daarmee ga ik beginnen. Het is nog even een moeilijke start, want het is al eventjes geleden dat ik om 6:30 ben opgestaan. En mijn lichaam zit niet meer recht in het ritme. En ik heb misschien iets laten slaapgevallen gisteren. Degene die dat trouwens niet wisten, ik stond daarvoor om 7:30 of om 7:15 op. Dus ja, 6:30 is voor mij al een goede aanpassing. Net super intensief getraind met Ring Can Adventure. Ik ben echt tot moe na zo'n training. En dat duurt quasi 10 minuten of zo. En nu ga ik een Lingo-spel doen waarbij ik mijn Frans oefen. Ik zit trouwens met de gratis versie van die app. En dan uiteraard ga ik voldoende water drinken, want ik ben een klein beetje uitgedroogd na die exercise en na vannacht. Want in slaap heb je gewoon heel lang geen water binnen. Nu ben ik wafels aan het bakken, maar het lukt mij niet om een goede wafel te krijgen. Die vallen gewoon door midden. En ondertussen was ik nog wat blog. Post aan het inhalen met de app Blog Loving, die ik trouwens super handig vind. Misschien haal ik mijn wafels er ook gewoon te vroeg uit, dat kan. Net iets, ik weet niet, cools ontdekt die mensen kan afhelpen van hun smartphoneverslaving. Je kan namelijk op iPhone onder schermtijd, wacht, hoe ga ik dat best tonen? Dus hier bij je instelling kan je kiezen voor schermtijd. En onder schermtijd kan je kiezen voor apparaatvrije tijd. En dan kan je instellen dat ik bijvoorbeeld van 9:00 tot 8:00 s'morgens niet op mijn gsm mag zitten. Of toch niet op, niet op mijn gsm. Behalve voor bepaalde apps en je telefoon oproepen. Dus dat is een klein beetje anders dan vliegtijdsmodus. En ik heb hier een aantal apps ingezet die ik altijd mag gebruiken. Podcast, omdat ik heel vaak 's morgens nog een podcast luister. En kijk, muziek mag ik ook nog doen. Hoe cool is dat? Dus als ik s'avonds na 9:00 op TikTok wil, dan gaat dat niet. En dat is echt mega goed voor mijn TikTok addiction. Allee, mijn TikTok rants op bepaalde momenten. Dit zijn mijn wafels. Het is een recept van Libel Lekker. Het zijn havermoutwafels met appel. Zoals je ziet, zijn ze mislukt. Zit ik nu op die leeftijd dat iedereen rondom mij zwanger is? YouTubester die ik volg. En mijn vriendin, een goede vriendin van mij is zwanger. Een leeftijdsgenootje van het middelbaar is zwanger. En hij is still single. AF. Missus gaat trouwen. Maar dat wist ik al. In de zomer. Dus. Daarvan ga je alles kunnen zien. Allee. Mijn outfit die ik uitkies. De make-up voor die dag. Mijn haar voor die dag. Maar dat is niet voor al mezelf sinds. Net een nieuwe review geschreven en dankzij de tips van Prof Blogger ging dat veel beter dan anders. Ze heeft me namelijk in haar webinar, tijdens de webinarweek, een
een schema meegegeven. Waarbij dat je eigenlijk elke blogpost moet toetsen aan het schema. En dat probeer ik nu te doen. Ze heeft wel ook gezegd dat dat later in haar hoofd eigenlijk gewoon in haar hoofd zit. En nu ga ik beginnen met een blogpost waarvan ik zo nog niet goed weet welke structuur dat ik ga geven. En dan is het wel handig. Dat is nog een beetje van mijn wafel, want het was echt gewoon te zwaar. Ik had er 2 gebakken. Of 4. Nee, ik had er 4 gebakken vanmorgen en 3 was ik echt vol. En nu ben ik de laatste nog zo half aan het eten. Het zijn de havermouten wafels van de Libel. En als ik het recept heb geperfectioneerd, ga ik hem misschien ook wel delen op mijn blog. Maar pas als ik zo mijn eindjes ga geven. En als mijn wafels nog niet meer zo uitzien. Daarnaast zijn de wafels van Libel ook niet vegan. En ik wil ze misschien wel vegan proberen te maken. Omdat eigenlijk niet zo'n grote aanpassing is, denk ik, om ze vegan te maken. Maar we zien dat er gewoon ei in zit. En ja, ei kan je door verschillende dingen vervangen. Ik ben echt heel lang bezig geweest met het artikel rond de leukste vegan merken die ik vond op de beurs, belevingsbeurs Vegan Affairs. Maar die is nu af. Morgen ga ik die nog een keer nalezen of overmorgen. En daarna ga ik die online posten. En nu ga ik een make-up look doen. Maar misschien ga ik wel eerst een mandarijntje eten. Zodat we de vetverbranding op gang houden. Net de make-up look van Evil Audrey uit Descendants 3 proberen na te maken, maar het is niet volledig gelukt. Vooral bij de eyeliner is het echt fout gegaan. Nu ga ik dit even afdoen, want ik kan zo niet gaan werken. Het is nu 9:09 en ik ga middag eten. Want vanmiddag moet ik gaan werken. Ga ik wel zien mijn lichtje vergeten uit. In de badkamer. Ik heb namelijk zo'n filmisch lichtje daar. Dus dat is wel tof. Tijd om te gaan werken. Net 2 perfecte wafels gebakken. Hopelijk krijg ik ze ook zo perfect eruit. Dan kan ik ze morgen meedoen naar het zwembad om achter mijn zwemsessie op te eten. Ondertussen is er soep aan het koken. Bloemkoolsoep. Ik heb ook net de afwas gedaan. Check! Oh, het is gelukt. Ik heb ze er super mooi uit gekregen. Ook net beslist wat ik morgen ga eten. Morgen ga ik champignonsaus maken. Met aardappeltjes en vegetarische balletjes. 7:30. En het is nu 7:30 en ik wil mijn cadeautje gaan openen vandaag. Vandaag zijn we er 8. Dit voelt zacht. Oké. Ah, vandaag is mijn food wrap. Die had ik zelf gekocht. Dus ik wist dat die ging komen. En dit zal super handig zijn. Ik ga die meedoen op een reis. En hier kan je, dat is lekker zilverfolie, maar dan herbruikbaar. Dus je kan hier alles in doen. En dat is ook wel handig. Want mijn brood tot vanmorgen is bezet met wafeltjes. Dus ik kan hier nog brood in meedoen. Jij! Ik heb die zelf gekocht op Vegan Affairs in Brugge. Nou ja, als je hem online koopt, uiteraard verzending en zo moet betalen. Zo kon ik dat uitsparen. Ik ben momenteel single speler. Ik ga straks meer vertellen over mijn karakters op dit moment. Maar ik ga eerst eventjes
eerst plaatsmaken in mijn huishouden. Want ja, er is momenteel een drieling aanwezig. Dus de vader en een tweeling. Dus. Het begon echt tijd te worden dat ze volwassen werden, want het werd echt veel werk. Oké, de stamboom van Faye. Faye Kuipers was mijn originele sim. Die had... samen met haar man Marcus Flex drie kinderen. Luc, Maarten en Sam. Maar nieuwe man... Bart had ze... ook had ze vijf kinderen, een drieling en een tweeling. Rosiane, Eefje en Maarten zijn dezelfde leeftijd en Lieke en Jesse zijn dezelfde leeftijd. De drieling is vandaag volwassen geworden. Zij gaat actrice worden, hij gaat met plantjes doen en zij blijft thuis wonen. Om tekst, als tekstschrijfster te werken. En dat is mijn gezin maar met vier meer. In plaats van met zes. Daarvoor met zeven. Voordat mijn vrouw stierf. Ik heb mijn food wrap al meteen gebruikt voor mijn boterhammen vanmorgen. Ik heb ze ook al meteen eventjes klaargemaakt. Als ik de tijd die ik aan Sims te spelen spendeerde aan het opruimen van mijn huis, zou mijn huis zoveel malen properder zijn. Maar nee, het is echt wel waar. Een paar dagen geleden kocht ik bij H&M een bikini. En zo ziet hij eruit. Ik ga morgen dragen om te gaan zwemmen. Yes. Dat maakt leuk. En ik draag het liefst van die slipjes met een high waist. Omdat die veel beter staan op mij dan een met low waist. Zo ziet hij eruit. Mijn bikini. Die ik een tijdje geleden gekocht heb. Ik had ook dit in het broekje. Maar ik vind het eigenlijk wel leuk. Zo zwart en streepjes. Hiep. Ik had een foto gestuurd naar mijn zus. En ze zei... iets super grappig. Het is misschien niet vlog materiaal. Check. Love it. Morgen ga ik zo zwemmen. Net mijn avondroutine een beetje gehad. Want ondertussen keek ik ook YouTube op mijn iPad. Ik wil ook nog even melden dat zowel mijn BH als mijn bikini onderstuk van de H&M Plus collectie waren. En I love H&M. Mijn favoriete plus size kledingwinkels heb ik trouwens in een blogpost gehouden. Dus als je... daar benieuwd naar ben, ga die zeker kijken. Nu moet ik enkel zo nog... ja, ik kijk nog alles namelijk zat. Nu moet ik enkel nog mijn favoriete dingen van de dag opschrijven. En dan ben ik klaar om te lezen. Oh ja, ik ga ook nog even een bodycreampje opsmeren. Yes. Hydration. Over hydration gesproken, ik probeer mijn waterfles zo dicht mogelijk te zetten in de badkamer, zodat ik als ik opsta dat ik die meteen zie en kan water drinken. Ik probeer het niet altijd, omdat ik de smaak van water voordat ik mijn tanden gepoetst heb nogal viezig vind, maar daarna laat het. We sluiten deze vlog af met de body lotion die ik momenteel gebruik. Namelijk de Snow Silky Body Lotion uit een van de Zoella Kerstcollecties.
I love Suella. Ik vind het echt jammer dat ze niet meer zoveel lifestyle video's post en enkel nog maar vlogs. Ik kijk niet alleen vlogs omdat elke vlog van haar echt een aflevering is. Want het is echt altijd 13 minuten of meer. Zo, dit was het dan. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Doedels!